Mijn vader was dorpsdokter. En ik plakte zijn auto vol met stickers. En daar heeft hij op een gegeven moment op een hele subtiele, lieve manier gezegd dat hij dat toch liever niet wou. Een auto met een achterkant vol met Ajax-stickers in een dorp dat voor de ene helft Ajax was en de andere helft Feyenoord. Mijn vader was allesbehalve een opportunist, maar vond toch niet dat je de doktersauto moest behangen met Ajax-stickers. Eberhard van der Laan is sinds 2010 de trotse burgemeester van Amsterdam. De burgervader is al een leven lang Ajax-supporter. Zijn eerste Ajax-herinneringen voeren terug naar een beroemde wedstrijd uit de jaren 60. Ajax-Liverpool. Er konden toen 60.000 mensen in het Olympisch Stadion. En als je de verhalen hoort, dan hebben er ongeveer 600.000 mensen die wedstrijd gezien. Voor zover je iets kon zien, want je had ook nog de gruwelijke mist. Ik was er echt. En dat was een Sinterklaas cadeautje van een zusje van me die in Amsterdam studeerde. Ik woonde toen nog in Rijnsburg bij Leiden. En Sinterklaas bracht 2 kaartjes voor mijn vader en mij. Dus ik ben bij Ajax Liverpool geweest. Ik zat achter het goede doel. En mijn eerste herinnering aan die wedstrijd is dat we langs de Chinees liepen bij het Olympiaplein. En dat er een ongelooflijk dikke man naar buiten kwam en naar de menigte schreeuwde: Piet speelt niet mee. Weet je wel, Keizer was toen geblesseerd. Dus er ging een siddering door de menigte. Want Liverpool was het grote Liverpool. En als Piet Keizer dan al niet meespeelt, dan zou het moeilijk worden. We werden echt heel zenuwachtig. En toen maakte ze een invaller, Kees de Wolf, die maakte toch die eerste goal meteen in de 5e minuut of zo. Dus was werkelijk mijn allereerste en misschien wel een van de allermooiste herinneringen aan Ajax. En zo bewaart de burgemeester meer mooie Ajax-herinneringen. In de jaren 70 had Van der Laan 2 favorieten die er voor hem met kop en schouders bovenuit steken. Piet Keizer en Johan Cruijff. Een keuze maken tussen deze 2 Ajax-iconen wil en kan Van der Laan niet. En de kans voor Cruijff in de goal! Ja! Wat een wissel daar! In die tijd ben ik into Ajax gekomen. En dat waren natuurlijk de allergrootste Ajax-ieden ooit. Voor mij nog steeds, hoor, deze 2. Er zijn er nog gelukkig heel veel bijgekomen. En wat misschien wel een aardige anekdote is, vanaf het moment dat Cruijff weg was, hebben wij natuurlijk naar iedere jonkie gekeken van, is het nou een opvolger? Bijvoorbeeld, ik heb later nog in zaalvoetbal in Uilenstede wel eens tegen hem gevoetbald en hem leren kennen. Een ongelooflijk aardige jongen, Sjoerd Ruiter. Ik weet niet of die naam je wat zegt. Maar dat was er een waarvan volgens mij heel Nederland zei, wow, dat zou wel eens een opvolger kunnen zijn. Ja. Is het niet geworden, maar die jongen kon onwaarschijnlijk goed voetballen en is een hele sympathieke man. We zaten er dus eigenlijk altijd naast, want van het niveau Cruijff hebben we er misschien één gehad. Maar waar ik in mijn vriendenkringetje wel voor geëerd werd, was dat toen, we waren erbij toen Van Basten voor het eerst inviel. En toen heb ik echt staan schreeuwen van, dit is hem. Nou, heb ik dat dus vaak gedaan zonder dat het waar was. Ik kan je zo 10 noemen. Maar bij Van Basten was ik dan van ons vriendenclubje in ieder geval de eerste. En dan weet ik niet of Van Basten net zo goed was als Cruijff. Dat denk ik eigenlijk niet. Maar hij is wel de tweede. Denk ik. Vroeger werd er een keuze gemaakt tussen Johan Cruijff of Piet Keizer. Maar u noemde ze allebei. Daar wou ik geen keuze tussen maken. Net als ik ben nooit of voor de Stones geweest of voor de Beatles. Hè. Dat zijn allemaal dingen die worden later veel schematischer dan ze. Kom op nou, dat was gewoon allebei fantastisch. Cruijff, Keizer, Van Basten, dat zijn wat u betreft de favorieten. Ja, maar ik kan er nog honderden noemen hoor, waar ik echt enorm van genoten heb. Ik was bijvoorbeeld ook een Tjöla Ling fan. Ook omdat ik Tjöla Ling echt wel heb zien dat hij dus 4 man voorbij was en dat hij weer terugging. Dus het was niet heel erg doelgericht. De tegenstand weer opzocht, opnieuw. Gewoon zo nodig terug in de richting van zijn eigen doel. Maar hij moest er nog een paar voorbij. En bovendien was het een aards luiaard volgens mij. Dus we stonden wel te wachten tot hij überhaupt bewoog. Maar als hij dat deed, het had humor. De jaren 70 en 80 boden ook Van der Laan onnoemelijk veel mooie Ajax-momenten. Eerst als fan met een loskaartje, later in de jaren 90 als seizoenkaarthouder. Vroeger kon je nog gewoon kaarten kopen in de stad voor de wedstrijden die je echt wou zien. Dat waren er best veel, alle Europese wedstrijden natuurlijk, maar ook Feyenoord, PSV, nou ja, de hele. Maar kon je het in ieder geval zelf
kiezen. En op een gegeven moment was Ajax zo populair in den landen dat dat steeds moeilijker werd. Totdat het echt onmogelijk werd. Dat was de reden voor velen, geloof ik, om een seizoenkaart te moeten nemen. Zeker van te zijn om erbij te kunnen zijn. Ja. Welk vak zit u in? 421. Schrijft u dus sfeer eens in het vak? Ik zit in 421 en ik zit dan wel, dus tweede ring, ongeveer de hoogte van de middenlijn, op de voorste rij. Dus kom maar op. Prachtige plek. Lukt het u vaak om bij de wedstrijden aanwezig te zijn? Niet meer. In de tijd dat ik advocaat was, ging ik wel vaak. Het was ook ik deed het samen met een vriend. En het was onze manier van ook onze vriendschap onderhouden. Maar vanaf dat ik minister werd, heb ik eigenlijk nooit tijd. Dus ik had dit seizoen bijvoorbeeld, heb ik alleen Ajax Feyenoord gezien. En Ajax Real. Kortom, heel zuinig. Ik hoor bij de mensen die dus vrij trouw naar Ajax toe gaan en gingen, in mijn geval. En ik ben voor één woord volstrekt allergisch geworden. Dat is opbouwen. We hebben zoveel verloren jaren qua opbouw gehad, dat ze moeten bij mij niet aankomen met het verhaal van we gaan opbouwen. En tegelijk zegt mijn verstand, natuurlijk moeten ze opbouwen. Maar dan op zo'n manier dat we niet iedere keer onze nieuwe talenten te vroeg moeten verkopen. Maar dus ophouden met die grote aankoop. Ik geloof dat dat inmiddels al een beetje gebeurt. En weer wat Cruijff wil. Dat willen we toch allemaal vanuit de jeugd. En als we dan een elftal hebben waar 7, 8, misschien wel 9 eigen kweek in zitten. Dan zijn we sowieso trots op wat ze doen. Ook als ze dan niet de Champions League meteen winnen. En dan win je er maar eens in de 25 jaar. Maar daar hebben we dan wel weer iets om op te teren, als het maar van onderaf komt. Maar verwachten we dat de burgemeester eigenlijk zal huldigen voor de 30ste landstitel? Ik ben tot alles bereid. Maar ik denk dat dat nog een jaartje duurt.